Paul. En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 144. Daar zijn we weer. April 2023. Buiten schijnt de zon, dan kijk je naar buiten. Binnen schijnen twee zonnen. Het is nog niet heel warm, ja, hier zitten twee zonnetjes. En we hebben weer van alles voor jou klaar liggen, want het is al even geleden. Dus we dachten, we moeten even een nieuwe video maken. Vonden we wel zo netjes. Kaartspel. Allemaal verschillende kaarten. Je kan er een kaart uitpakken, maakt niet heel veel uit welke. Stel voor, ik pak dit. Wat hebben we? Een ruiter 4. Nou, stel voor, je hebt een ruiter 4. Dan kun je bijvoorbeeld daarmee wuiven. Dat kan natuurlijk bij elke kaart. Maar als je met de ruiter 4 doet, dan zie je dat hier het ruitje een soort van verdwijnt. Je kan er doorheen kijken. Zie je? Mooi. Wat grappig is als je dit doet. Dan verspringt dat ruitje, wat open is, van hier naar hier. Kijk, duidelijk zien. Deze kant is helemaal open. Nog leuk, let op. Doe je dit. En dan zijn ze alle vier hartstikke open, zeg maar. Nou, dat kun je natuurlijk ook voor helpen. Pak wat rood uit de lucht. Maak het terug rood. Pak hier nog wat rood. Hier nog wat rood. En hier nog wat rood. En je hebt weer terug jouw ruiten 4. Nou, dat is prachtig gemaakt. Het is een gimmick waar heel veel werk in zit. 3 uur per gimmick, om precies te zijn. En het heet Jump Pips 2.0 van Andrew. En ik zou je vertellen, van de achterkant ziet het er ook geweldig uit. Ja, het is niet te in de afgelopen livestream, elke dinsdag om de 2 weken, heb ik laten zien hoe deze truc werkt. Gewoon om te laten zien, dit is niet normaal. Maar het is echt niet normaal als je ziet hoe het gemaakt is. Dan snap je waarom er 3 uur werk in zit. Volledig mechanisch. Dat wil zeggen, alles werkt door allerlei mechanismes op de kaart. Ook goed gemaakt. Dus ja. Het is niet dat het zomaar een stuk gaat als je iets raars doet of iets beweegt. De prijs is dan nog oké, €45. Voor 3 uur werk. Exclusief, ja, bij Dynamo Magic Shop. Zeer goed gemaakt. En ook makkelijk te vertonen. Inclusief video-instructies, helemaal compleet. Jump Pips 2.0 is dat. Ja. Dat doet me eigenlijk denken aan de routine van Michael Chatelain, als ik niet te veel mag zeggen. Met de gaatjes die verspringen. Ja, dat heeft ook wel mee te maken, vind ik. En ik vermoed, dat had ik al onder ons gezegd, dat de maker van deze kaarten ook die kaarten van Michael Chatelain maakt. Want het lijkt te veel erop. En als je ziet hoe goed en hoe precies het gemaakt is, kan het bijna niet anders dan dat dat dezelfde is. Nou, ga ik je wat laten zien, René. Ik heb wat sleuteltjes meegenomen. Ja. Ik zal ze jou even laten zien boven de maat. En het toffe is, even kijken, aan dat doosje heb ik alles liggen. Oké. 3 sleutels. Ja. Dan wil ik je vragen, René, om je hand open te doen. Pak ze alle 3 goed stevig vasthangen. Ja. Dan ga ik proberen om 1 sleutel zo visueel uit jouw hand en mijn hand te krijgen. Ja. En daar is die. En als het goed is, René, heb je nu 2 sleutels vast. En deze truc is super makkelijk te doen en heet Hide a Key. En Hide a Key kost €69,95. Kom met een online video instructie, voeg deze toe aan je eigen sleutelbos. En je hebt eigenlijk een truc altijd bij je. Ik zou je wel 1 tip geven, zorg wel als je dit aan je sleutelbos doet, dat je wel niet te veel sleutels in de sleutelbos doet. Ik zou zorgen dat je dan 4 of 5 max... Het overzicht. Dat het overzicht, ja, maar ik vind 3 het mooiste. Ja. Dan kun je ook goed zien dat er eentje verdwenen is, zeg maar. Anders als je er 26 sleutels aan hebt, zet 1, 2, 3, 5, 4, 2, ja. Maar verder is het een tof effect toch wel. Heel precies gemaakt. Wat ik tof vind, dat hebben we nu niet gedaan omdat het op video niet zo overkomt, is als je het à la chip on the shoulder doet. Dus dat de sleutel verdwijnt tussen de sleutels en dat die bij de toeschouwer op de schouder ligt. Ja. Dat vind ik ook heel tof, dus daar heb je hele directe routine. Je kunt natuurlijk meer fase routine mee maken, maar heel tof. Super precies gemaakt, want je kijkt eigenlijk vol op de gimmick. En toch zie je niet wat de gimmick is. Top. Van Chris Wallins, Hide a Key. De snelheid zit er goed in. Ik heb hier een aansteker. En dat is een speciale aansteker. Wat kun je er namelijk mee? Dingen aansteken. Dus als je bijvoorbeeld dit doet. Nou, dan kun je dingen uit vlammen produceren. Laten verschijnen. Dit is een speciale aansteker. Je zag al, een flinke vlam kwam eruit. Dat kun je een beetje doseren.
Want het is namelijk de Pyroflash Lighter. Maar heb jij nog toevallig het zakje daar staan? Dan gaan we even laten zien. Top. Want wat je nodig hebt is namelijk een speciale aansteker, compleet daarvoor gemaakt. De hele aansteker is daarvoor gemaakt. Je pakt de plug watten, zeg maar. Ik heb hier wat Pyrostar in een zakje zitten. Pyrostar is vonkenpoeder, zeg maar. Daar wil ik een beetje doorheen gooien. Dan maak ik er een klein plukje van. Hoef je niet aan te houden, maar ik laat even wat zien. Nu heb ik er heel veel vonken bij. Top. Nou, een klein dingetje om dat in te doen. En dan heb je eigenlijk al je gimmick klaar. En je kunt dan allerlei dingen die je wilt produceren. Nou, ik ga niet nog een keer produceren, maar wat het effect nu is, is eigenlijk dit. Zie? En uit dat effect, wat heel tof is, nu heb je meer vonken, zag je ook. Ja. Dat is de Pyrostar, verkopen we los. Kun je daar een munt uit, boom, produceren. Je kan een sponsbal produceren, wat dan ook. Dus dit is de speciale aansteker nog eens. Helemaal ervoor gemaakt, niet aangepast, maar helemaal daarvoor gemaakt. Met een hoogkwaliteit vuurwieltje, een compartiment voor je flash watten. Dus wat ik nu gebruik heb, is flash watten, €9,50. En een Pyrostar. Nou, flash watten, je ziet, ik gebruikte net echt een plukje, zeg maar, nou, ongeveer dit. Nou, ik denk dat je uit een pakje van, een pakje flash watten, dat je dit, nou, ik ga niet liegen als ik zeg, misschien wel 500 keer. Maar voor 500 keer. Als je het zonder poeder doet, dan krijg je die spakkeltjes niet. Nee. Zeg maar het sterrenvlekken achter. Dat kan ook, hè. Dat kan ook. Moet kijken of het plukje te pakken waar ik geen poeder aan zet. Maar als je het zonder poeder doet, kan ook. Dan heb je meer een fop. Ja, daar zat waarschijnlijk poeder in. Maar elk vonkertje is van het poeder. Maar kan ook. Maar ik vind het. Ja. Vind ik persoonlijk toffer. En dan kom je een mooi douchen. Ja, Pyroflash Lighter. En een goede verpakking ook waar die mooi in past. Deze doen er ook bij. Er zit gewoon een dopje. Maar het is wel perfect om je flashwatten aan te duwen, zeg maar. Ja, goed gemaakt. Exclusief wereldwijd bij Dynamo Magic Shop. Pyroflash Lighter. €34,95. Dan heb ik hier nog iets tofs. Ja. Dat is een heel mooi boek over Hans Kazan. De man die alles kan. Of bijna alles. Ja. Iedereen kent hem wel van Rijnier Rob, denk ik. Of van de televisie waar je misschien wel voor de eerste keer deze man hebt zien goochelen. En jou heeft bezorgd dat je in deze winkel terecht kwam. En hier alles leeg kocht, zeg maar. Maar dank aan Hans Kazan en Michael, of zeg ik het nou goed? Michel van Zeiss. Michel van Zeiss. Ja. Dit mooie boek over Hans Kazan. Ja, vorige keer hebben we hem al even een sneak peek gedaan, hebben hem even in het boek gebladerd. Toen was hij nog niet uit, toen hadden wij al wel exemplaren er doorheen gebladerd. Maar het is echt boordevol met foto's, verhalen. Alles wat je kunt bedenken zit erin, echt zeer uitgebreid. En voor een leuke prijs, €24,95, uiteraard in het Nederlands. Ja, alles staat er eigenlijk in wat je moet weten. Echt zeer de moeite waard als je geïnteresseerd was sowieso in de goochelgeschiedenis, maar ook in de goochelgeschiedenis van Hans Kazan en hoe alles gelopen is. €24,95. Ja. Hans Kazan, de man die bijna alles kan. We gaan er snel doorheen, maar dat maakt niet veel uit. Dat is even hoe het gaat. Ik heb nog een heel tof ding hier. En dat is dit. Ja, heel tof. Ja. Pitata Smart Whiteboard. Ja. Aanraden voor elke mentalist. Dit is, we hebben ook in al die jaren al veel, 25 jaar wat de winkel bestaat, al veel dingetjes gezien. Ook elektronica. We hebben borden gezien waar een soort van televisietje bij zat, zeg maar. Mini monitor waar je dingen op kon ontvangen. Allerlei variaties, ook die aan je telefoon kan koppelen. Maar dit is toch wel het meest professioneel. Tenminste, heb ik gezien, zeker in deze prijsklasse, laat ik dat zo bij zeggen. Wat je krijgt, is dit mooie bord, zeg maar. Dat even uithalen, dit mooie bord. En dit bord is, het hele ding wat je nodig hebt. En de stift krijg je bij, en uiteraard een oplader en alles. Ja, en alles wat hierop getekend wordt, wordt overgedragen naar jouw smartphone. Ja. En nou is het toffe. Voorheen, stel voor, ik zou opschrijven huis. Of een douche schrijven op huis. Dan moet je op je telefoon kijken en dan staat er. Zie je exact wat hier geschreven wordt op je scherm. Ja. Huis. Maar wat is nou nieuw? Stel voor, je koppelt het aan een of andere oortje of wat dan ook. Hoor je in je oor huis. Of je zegt hoi, hoor je hoi.
alles wat geschreven wordt, wat belangrijk is dat het leesbaar is, zeg ik erbij, dat hoor je in je oortje. Kan ook getal zijn, 88, 88. Hoor je gewoon de tekst in je oor. Nou, als iemand een huis tekent, dan niet. Dan moet je echt de tekening zeg maar zien. Maar het is overduidelijk. Het is zelfs zo dat, omdat het aan je telefoon gekoppeld zit, dat als je telefoon uitstaat en je doet het, gebruikt het bord, dat alles wordt opgeslagen in het bord. En op het moment dat jij alsnog de verbinding legt met je telefoon, komen alsnog alle beelden binnen. Dus dat is allemaal, zijn allemaal echt wel hele goede dingen. En dat mag een iOS zijn, dat mag een Android zijn. Ja. En zover ik weet is het ook te paren met Pixnet, als ik het goed heb. Maar ze werken ook samen met andere bedrijven, zou ik het zo even zeggen. Dus je kunt het met sowieso in de toekomst met heel veel dingen gaan combineren. Ja. Ja, kijk, we hadden dit kunnen laten zien. Dat vinden we net iets te ver gaan, ook omdat iedereen deze video kan bekijken. Kijk, we vertellen natuurlijk al iets over het geheim, maar we willen niet alles weggeven, maar we hebben er van de week mee gespeeld en het is, ja, dat is wel heel mooi. Wil je daar meer over weten of wil je het met eigen ogen zien, kom dan naar de winkel. Ik doe een beetje mysterieus, ik laat niet de inhoud van de doos zien. Dat komt omdat de hele video uitleg link en alles in een deksel staat. En die willen we niet op beeld weggeven. Maar dit is echt... Ja, heel goed. Ja. En dan heb ik daar nu de prijs, maar volgens mij zit 540 of 539, 95 of zoiets uit mijn hoofd. Volgens mij, zeg rond €540. Maar echt fantastisch gemaakt. Pitata, smart whiteboard. Waar heb ik hier nog iets tofs van? Nee. Ik heb een aantal kaarten meegenomen. Ik verzamel namelijk kaarten. Ja. Dus als mijn kaarten versleten zijn, dan haal ik altijd mijn lievelingskaarten uit. En ik had er een paar van meegenomen. Dat zijn de kaarten die ik normaal verzamel. Uit spellen heb gehaald, zeg maar. Ja. Okay. En wat je hiermee kan doen is, je kunt die kaarten dan laten zien. Ja. Maar wat je ook kunt doen is, je kunt bijvoorbeeld een kaart omdraaien, dat is een 10. Ja. En het grappige is, dat zijn allemaal 10. Ik zal ze gewoon even allemaal laten zien. Dat zijn de 10, hè? Dus je haalt eigenlijk altijd, als je kaars opnieuw gebruikt, je schopt 10 eruit, dat is je favoriet. Ja. Ah, okay. Als ik een 10 opzij leg en ik knip met mijn vingers, dan kun je namelijk ook een 10 om laten draaien, op magische wijze. Mm-hmm. Ik knip het nu nog een keer met mijn vingers, dan zie je dat de tweede 10 ook omdraait. Zo hebben we dus twee kaarten omgedraaid van de vier die ik vast heb. Eerlijk. Maar als ik nou een van deze 10 zou pakken, en ik zou hem hier bijvoorbeeld zo bovenop gooien, René. Ja. En ik knip met mijn vingers, dan heb je hier een 10, een boer, een vrouw, een koning en een aas. En deze truc heet My Poker Collection. En deze truc is eigenlijk best wel makkelijk te doen, voor €17,50. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Je kunt nog iets extra doen met de kaarten, zodat je dat nog makkelijker wordt en nog cleaner eindigt. Maar wat ik nou gedaan heb, is gewoon alleen sleight of hand. Mag ik zeggen wat het extra is, als je het koopt, dat je het eventueel mee kan aanschaffen? Je zou eventueel iets van ruw glad of iets van plak kunnen aanschaffen, zodat jij nog cleaner kunt eindigen, zeg maar. Maar dat is een hele leuke truc. Je kunt ook een 10 uit een kaartspel halen nog. Die voeg je toe en dan begin je de routine, zeg maar. Dat kan ook nog. Maar ik vind het mooi om zo te beginnen. Dan hoef je niet nog een extra kaartspel bij te hebben. En we moeten er meer over vertellen. Volgens mij nog exclusief bij ons. Ja, ja. En voor het geld kun je hem niet laten liggen eigenlijk, vind ik. Nee, €17,50 vind ik ook zeker niet duur. Zeker niet duur. My Poker Collection. Dan nog eentje die we niet gaan demonstreren. Maar ik ga even de mogelijkheden laten zien. Heeft ook een reden, want ik kan het demonstreren, maar het is niet geloofwaardig nu met z'n tweeën. Is namelijk de Mental Cube. En de Mental Cube van IR4 Magic. Heel gaaf dingetje. Ik ga je laten zien wat het is namelijk. Je krijgt deze kubus. Nou, dat is nu een zwarte kubus. Er zijn overal letters op. B, B, W. Nou, dat betekent eigenlijk, je krijgt er namelijk van alles bij. Je kunt deze kubus naar wens zelf aanpassen. En met naar wens aanpassen bedoel ik, je kan kiezen om hem aan te passen met dobbelsteendecoraties. Dus je maakt een 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Je kan kiezen om te gaan, dit zijn witte tegeltjes, die kun je zelf voorzien van iets. We hebben gekleurde tegeltjes, dus blauw, paars, groen en noem maar op. Die kun je hier allemaal gewoon opplaatsen, zeg maar, of inplaatsen.
Want die dobbels zijn namelijk open. Ja. Ik zal even kijken waar. En het voordeel is, er gaat een batterij in. En ja, ik ben dus altijd meer een voordeel van batterijen dan van accu's. Je gaat gewoon zo open. Ja, je gaat zo open. Okay. In principe kun je alles erin plaatsen, zeg maar, op deze manier. Zie. Je kunt erin schuiven. Je moet op de juiste plek doen, doe je even willekeurig. Er staat, ja, daarom staat overal een W en een B, noem maar op. En als je hem uiteindelijk sluit, ik kan het maar op één manier, zo, dan is alles gekleurd of heeft alles een andere deco. Ligt eraan wat je daarvoor kiest. Hij kan op één manier dicht ook. Zo. En dan krijg je dus zeg maar dit design. Nou, afhankelijk van wat je gekozen hebt, geeft de ontvanger jou exact door welke zijde boven ligt. En nou is het mooie van die ontvanger, die geeft normaal dan aan, het is ontvanger, heeft hier lampjes zitten en die lichten op in de kleur die boven ligt. Dus, ja. Dus je krijgt ook een vibratie, dus 1, 2, 3, 4, kort, lang en noem maar op. Maar hij geeft eigenlijk de kleur aan. Dus als je dit ding kunt bekijken, zie je gewoon, als je de vakjes op de juiste plek hebt gelegd, belangrijk met de preparatie, zie jij blauw, groen, paars, geel, ja. Exact de kleur. Dat vind ik wel heel tof. Je kunt dus kiezen of je de kleuren ziet, je kunt kiezen voor trillingen. Ja. En voor allebei. Hij doet het gewoon allebei, maar je kunt zelf kiezen wat je bekijkt. Dus ja. Je kunt niet uitschakelen, hij geeft gewoon en de trilling en de kleur. En je kan zelf zien wat. Dus dat is heel tof. En uiteraard, als je bijvoorbeeld de dobbelsteen gebruikt, dan is de code voor 1, is bijvoorbeeld 1. Maar het kan zijn dat je dan groen te zien krijgt, of wit. Als de 1 boven ligt, de 2. Ja. Dus daar is eigenlijk de trilling. Dan zou je eigenlijk wel de kleuren misschien moeten vergeten. Dat je enkel voor de trillingen gaat. Maar heel goed gemaakt. Goede kwaliteit elektronica ook. En het ziet er tof uit. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met de iCube. Die was jaren geleden in handel van Jugoselli. Maar die was alleen stukken duurder. Mm-hmm. We zijn rechtstreeks in contact met de fabrikant. Dus zou er ooit een probleem zijn. We hebben met alle dingen die we van hun verkopen eigenlijk geen probleem gehad. Ooit iets zijn. Zitten we heel kort bij het vuur om iets op te lossen of service of wat dan ook. En voor de prijs hoef je niet te laten. €195 voor de Mental Cube. Ja. Ja, en het ziet er gewoon, als de vlakjes erin zitten, ziet het er gewoon heel tof uit. Er zit bijvoorbeeld G, staat 3 bij, R is 1, ja. Yellow is 2, dus dat zijn de codes die je ook nog hebt. Als je het voor mentalisme wil gebruiken, dan kun je dus al die blanke kaartjes pakken en dan zet je daar een rondje kruisje, golfjes, vierkantje en een sterretje erop. Maar je kunt er eigenlijk alles opschrijven wat je wil. Dat soort namen misschien. Ja. Zou het kunnen. Als je heel klein kunt schrijven. Dus ze hadden hem in Blackpool, zag ik hem al. En daar hadden ze hem. En dat was uitermate goed. Zeer hoge kwaliteit elektronica. Want de firma maakt van allerlei elektronica producten. Ook voor andere firma's. En ook die firma's. Dus we weten dat alles wat elektronica erin zit. Van een hele goede kwaliteit is. Heb je nog iets lekker, Leon? Zeker. Kijk. Ik heb hier een doosje. En in het doosje zit een mooie pen door alle blokjes heen. En gekleurde blokjes. Ik zal het er even zo uit halen. Ah, je hebt allemaal gaten. Ah, ja. En dan wil ik zo meteen René vragen om 2 kleuren in gedachten te nemen. In gedachten te nemen? Oké. Ja, in gedachten. Dus je mag het niet weten. Oké. Dan ga ik zo meteen die blokjes 1 voor 1 in het doosje doen. Ja. Maar van tevoren wil ik eerst weten welke kleur heb jij niet. In gedachten. Geel. Oranje. Blauw. En rood. Nou, dan weet ik geen idee dat jij in gedachten hebt. Groen en wit, maar dat is niet alles. Ik zal de blokjes even netjes in het doosje doen. Ik zal trouwens willekeurig doen. Dan denken mensen van die Leon die doet wat. Willekeurig volgorde. En zoals jullie kunnen zien, kunnen de blokjes door de gaatjes. Ja. Ik hoop dat jullie kunnen zien allemaal. Ja. Dan heb ik hier een mooie pen. En die pen die kan hier zo door het doosje heen. Door alle blokjes. Ja. En dan kan ik eventueel het einde hier vastpakken. Maar het grappige is, als ik het doosje nou op de kop hou, ik denk dat het beste is om het zo te doen. En ik zou de deksel loslaten. Dan vallen er 2 blokjes uit, René. En dan het toffe is, ik zal het doosje omdraaien. 1, 2. Je kunt zien dat alle blokjes zwart zitten. Huh? En de 2 blokjes uitgevallen zijn. En dat zijn de 2 blokjes die René in gedachten genomen had. En je moet nou echt die pen eruit trekken? Ja. En dan zit ze er weer in. En dat is een heel mooi effect. Mooi gemaakt van hout.
Mooie scharniertjes, mooie gekleurde blokjes. Ja, speciaal voor ons gemaakt ook deze. Ja. Nergens anders te krijgen. En ik dacht, niet in deze uitvoering. Gemaakt van teakhout. Ja, wel mooi. We hebben ook een andere versie, die is groter. En dezelfde prijs, maar ik vind deze mooier. Ja, dit is kwalitatief voor materiaal hoogwaardig inderdaad. Volgens mij, tof. Ik weet de prijs even niet. Tof. Van deze kost €54,95. Ja. 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 Tof hoor. Mooi. Leuk. Vitrinemateriaal. En gemakkelijk. Maar je kan hem ook, ja, en gemakkelijk ook. Hij is ja, zelfwerkend eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Dat is super makkelijk. Ja, het is de dag van de kaarttruc, zeg maar. Ik ben zelf normaal helemaal niet de ultieme kaartengoochelaar. Maar, goed. Portefeuille. Mm-hmm. Als deze truc niet lukt, krijg jij de inhoud van een portefeuille. Oké. Okay. Zet er wel wat in dan. Daar gaan we het later over hebben. spel kaarten, ik zal het even openspreiden hier. Yes. Wacht. Houd het goed, ik leg het doosje hier neer. Ik raak het niet meer aan. Let op de video goed dat ik het doosje niet aanraak tussendoor. Dat ik het niet steeds pak of zo. Mm-hmm. Okay. Jij mag zelf, weet je wat je doet, eerlijk. Neem maar gewoon een kaart uit, jezelf wel. Ga je op het idee. Ja? Je mag hem ook nog signeren, dat we zeker weten dat we niks kunnen verwisselen of zo. Zet er een grote. Gaat erom dat ik dat. Ja, een grote arm. Misschien, dat maakt niet helemaal uit. Ja? Oké, okay, stop. Leg de kaart op het spel. Stop. We gaan tussen alle andere kaarten. We proberen de kaart nog zo. Het gaat erom het idee meer. En nou komt het. Ik knip in mijn vingers. En dan vliegt die kaart van deze kant naar die kant. Oftewel, vanuit het spel naar het doosje. Dat zou knap zijn. Dat zou ik zelf ook al knap vinden als dat lukt. Let op. Gelukt. En als het goed is, is de kaart van het spel naar het doosje gevlogen. Ja. Dat zei ik. Dat is mijn vinger. Hij is leeg. Er zit niks in, nee. Nee. Helemaal niks. Oh, oké. Okay. Ja, misschien moet die doosje volgende dan toch wel aanraken in plaats van niet aanraken. Oké, okay, even kijken. Dan pakken we even je kaart erbij. Dan doe het even opnieuw. Welke kaart heb jij gekozen? Ik had een 8 opgezet. Het was een. Ja, dat was een goeie. Ik heb alles erin zitten hoor. Had ik gezegd onthoud de kaart? Nee, ik heb alleen gezegd signeer de kaart. Had ik moeten zeggen onthoud de kaart. Maar iedereen heeft de kaart gezien. Had ik een mooie niet? Nee. Okay. Hij zit er niet meer in. Hij zit er niet meer in. Oké, okay. Nou, ik zei al, als het truc niet lukt, krijg jij de inhoud van mijn. Portefeuille. In die portefeuille zit een rits. En als ik die rits openmaak, zit daar namelijk iets in. In dit geval een kaart. Je weet niet welke kaart je hebt gekozen, maar je had wel een 7 volgens mij, ruiten 7 dan. Ik ben er achterop. Hè. Oh, ja, achterzaan. Ja. Lijkt wel op een 7. Ja, dat is een beetje het idee in ieder geval. Maar dat is hem wel. Nou, ik de inhoud van portefeuille bewaren zelf. Dit is de truc en die heet. Het is een truc uiteraard. Instant Card Wallet, ook van Andrew, is van dezelfde maker als van de Jumping Pips of Jump Pips 2.0 die ik aan het begin liet zien. Mm-hmm. Ja, dit ook goed gemaakt, gemakkelijk te vertonen. Op video, hoe moet ik het zeggen, minder goed dan live, want live heb je de afleiding erbij. Kijk op video, ik zeg het vast, zou je kunnen terugkijken. En dan denk je, aha, daar doet hij iets. Ja, is gewoon zo. Maar in live kan het natuurlijk niet. Maar toch wilde hem laten zien. Want het is, als jij echt goochelt en je ziet dit, dan denk je, oh, wauw. Dat gaan mensen niet zien. Ja. En dat is gewoon zo. En even voor het idee, dus geen, je hoeft niks te palmeren. Nee, dat is gaaf. Bij je zeggen, hè? Geen dubbele kaarten ook, niks palmeren. Ja. En, in theorie, als ik had hem instant kunnen resetten. Ja. Heb ik die niet gedaan, omdat de video is. Zo min mogelijk wil proberen weg te geven. Maar, en voor de prijs, we hebben een beperkt aantal zeker bij, €45. Niet duur. Welke als het goed is het geheim ook aan te passen naar een andere kaart? Ja, als je wil, ik zeg ik gebruik Aviator of Tally-ho of wat dan ook. Kun je aanpassen. Ja, doe ik het even bij je zeggen. Kan allemaal. Ja, dat was de kaarttruc. Zeker, dan heb ik nog iets tof. Ik heb hier nog meer. Een hele mooie witte doos. Show. En in die witte doos, daar zit iets moois in.
Dat maak ik hopen als het dan. Er zitten de instructies in, de video's, als je dat ook maakt, dan gaan we de niet doen. De two-cup routine bij Tommy Wong. Er zitten hier twee bekertjes in. En die bekertjes zijn zo mooi qua gewicht en mooi afgewerkt. Er staat ook wat in, maar dat is een of andere pre van Bluetooth, denk ik. Ja, van Bluetooth geloof ik. Ja, maar het is wel mooi gewicht, hè. Ze zijn CNC gedraaid, dus dat wil zeggen dat deze hetzelfde is als die. Ja. Alleen die staat links en die rechts. Of voor jullie rechts. Voor welke kant, ja. En er zitten mooie balletjes bij. Ja, en ik ben het ook wel laten zien, hoor. Er zit geen link of zoiets in. Nee. Zit ja, maar ik dacht, misschien is het link als ik hem openmaak. Ja, ja. Ja, de balletjes zijn precies zo gemaakt als Tommy Wonder het beschrijft in zijn boek. Dezelfde kleur heb ik gehoord. Ja. Ja. Het zakje met het mooie geheim erin. Ja. Ja. Hey, voor het idee, als je dit niet kent, dan kijk even bij kijk even op de website bij dit artikel. Of google even op YouTube naar Tommy Wonder 2-cup routine. Dit is een routine, ik wil hem ook altijd leren, ik word tijdgebrek. Fantastisch, als je dit doet bij je publiek, het is net als we zeggen altijd de kaart aan de glas. Elke keer gaan mensen beter opletten op wat er gebeurt en elke keer hebben ze het mis. Want dit is eigenlijk een soort cups en bowls routine met twee bekers. Waarbij de balletjes uiteraard verschijnen onder de bekers verplaatsen. Ja. Maar het zakje waar je in het begin alles uithaalt, zo moet ik erbij zeggen, want daar zit hem alles in. Of de bol van het zakje, die verschijnt ook regelmatig onder de bekers. Ja. En op het einde heb je de bol tevoorschijn. En telkens maak je die bol met een schroefje weer vast aan het zakje. Maar op het laatste is die zakje ook weg en die zit dan ook tegen een andere beker. Het is echt het toppunt van afleiding. Als je deze routine ziet, ook te zien in de Books of Wonder, mensen... Dat is, als je dit goed beheerst, laat ik zo zeggen, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die het zo goed beheersen als Tommy Wonder zelf, deze routine. Ik wil deze ook een keer leren, maar ja, ik ook, maar ik heb nog een paar dingen op mijn lijst staan. Tijd is het, je moet daar fatsoenlijke tijd in steken en ervaringen op doen, want de timing is zo belangrijk. Kijk, de basishandelingen kan iedereen, maar de timing erbij, dat maakt hem heel goed. Ja. Wat is nieuw? Het is 2.0. De 2.0 is inderdaad, Leon zei het ook al, ook CNC gedraaid. Waardoor de randen veel mooier zijn. Plus de binnenkant is zwart. Ja. En waarom is dat gedaan? Je hebt nu nagenoeg geen reflectie meer van de balletjes in de beker. Anders zou je namelijk hier zou het publiek iets oranje kunnen zien in de beker. Omdat het weer spiegelt. Nu is dit zwart gemaakt. Dus dat is wat er nieuw is, zeg maar. Schitterend gemaakt. €199,95. En ook gelimiteerde oplage gemaakt. Ja. Ja, ik dacht wel dat hij die op heeft. Ja. Maar dat is een mooi setje, ja. Zeker weten. Van de eerste versie hebben we al heel veel verkocht. En nu deze heb ik schitterend. We skippen even nog een kaarttruc. Ik heb nog een ander dingetje staan. Ik heb nog twee dingetjes staan aan mijn kant in ieder geval. Oh nee, drie, sorry. Deze kwam gisteren binnen. Mooi. Dit is een zakje. Je zou het... Ik zou er niet bij gebruiken als je vertoont, maar dit is Bazaar de Magia, de fabrikant. Maar dit is de nieuwe BDM Hands Off Safebox. Nou, het is een kistje. Nou, er zijn al veel versies op de markt geweest van sleutelkistjes. Nou, en hun hebben, dit is de derde versie van hun. Eerst hadden ze de Murphy's Box, als Murphy's het goed chest, ja. Murphy's Chest, was een mooie houten versie. Ja. Daarna kwam de BDM Safebox. Maar het nadeel was, of het nadeel, dat wil ik niet zeggen, het is een mooi effect. Alleen de sleutels werden gehanteerd door de goochelaar. Ja. En daarna mocht de toeschouwer zelf het slot opdraaien. Ja. Bij deze versie mag de toeschouwer alles doen, jij hoeft niks aan te raken. Ja. Ja. En je hoeft je alleen maar te concentreren op de presentatie, dat is het. Ja. Ja, de allereerste versie, ik heb verkocht toen ik begon met de winkel, dus dat is echt 24, 25 jaar geleden. Daar zat een mechanisme in, dan kon je helemaal resetten met een ding. Ja, die werd gemaakt door een klokmaker. Ja, dat kan zeker. En elke keer als de sleutel erin ging, dan draaide het mechanisme een stukje door. Ja. En bij de vijfde sleutel was het mechanisme zo ver dat het doosje open ging. Alleen het probleem het was dat sommige dat de sleutel... dat de toeschouwer soms zei... Je zit er niet helemaal in. Dat ze zeiden, wacht even. Ja. En dan hadden ze dus al twee keer de sleutel erin gestopt. Dus dan ging die bij de vierde open. Help! Paniek! Dus, deze nieuwe versie werkt ook, moet ik zeggen, het werkt ook anders. Ja. Als je het Keyrect slot kent van Supreme. Dit is een beetje die werking. En in de routine is het anders. Dus je verhaal wordt ook anders.
Want normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een verde sleutelbox hebt, dan geef je de sleutels. Je laat zien welke het opent in het begin. De sleutels worden gemixt nadat het doosje op slot is. En dan mogen 4 toeschouwers elke sleutel proberen. Gaat niet open. En de 5e maak jij open. Nou, sommige versies, zoals een Verdi, is elektronisch met afstandsbediening. Deze is in zoverre anders dat je 4 sleutels hebt in het begin. Die opent het doosje niet. De 5e. Pak je uit je broekzak. Ja, broekzak of ergens anders. Die opent het doosje ook echt. Dan mag de toeschouwer iets inplaatsen. De toeschouwer doet zo alles. Maakt hem ook op slot. Dan worden alle sleutels gemixt door toeschouwers. En er dan, is echt trouwens maar 1 sleutel die het kistje opent. Ja. En dan is het mooi, hè. De toeschouwers mogen 1 voor 1. Het gaat erom dat er uiteindelijk 1 sleutel overblijft. Die andere sleutels gaan hier in het sleufje. Het houdt in. Als het natuurlijk misgaat, ja, dan heb je pagina de komende nummer in. Dat is het idee. En aan het laatste heb je dus 1 sleutel over. Ja. Je gaat erin. Ja. Door de toeschouwer. De toeschouwer draait hem open. Ja. En je hebt je telefoon weer veilig terug. Of wat dan ook wat je erin hebt. Het verschil is dat bij deze routine. Dat jij eigenlijk degene bent die gaat sturen. En je wil zeggen. Je kijkt toeschouwers aan die al hun sleutels hebben. En je hoeft geen sleutels te zien. Daarvoor je zegt. Jouw sleutel werkt zeker niet. Ja. Oké. Gooi sleutel, het hoeft niet per se hierin, maar er zit hier een gleuf in. Gooi sleutel er maar in, want die werkt toch niet. Zo werkt het. Dus ze kunnen niet zelf dit gaan doen. Zo doe je dat bij 4 toeschouwers. En de overgebleven sleutel, of de overgebleven toeschouwer zeg je... Ik ben er zeker van dat jouw sleutel wel het kistje opent. Die mag ook zelf naar het kistje lopen en die gaat open. Nou, de functie van dit, dat de sleutel erin zitten, is ook om te voorkomen dat mensen nog sleutels hebben waarmee ze gaan prutsen daarna. De sleutels zijn gewoon netjes opgeruimd. Dus bewijsmateriaal is ook weg. Toch? Daar zijn we idee ook. Maar het is goed gemaakt. Het is echt een prachtig mechanisme erin. Het doosje is degelijk ook. Je moet hem wel na elk optreden resetten. Er is drie seconden. Maar inderdaad, hij is niet instant reset. Je moet hem even resetten. Maar goed, het is niet iets wat je meeneemt. Zou ik niet meenemen. Bij tafel goochelen. En de BDM Hands Off. €349. Ja, mensen mogen hem theoretisch gewoon onderzoeken. Ook naar de truc. Ja. Er is niks... Dik schek van dik, wat jij hier ziet is gewoon wat het is. BDM Handsbox, €349. Met video-instructies, alles erbij. Je plaatst natuurlijk iets waardevols erin. Je kan iets van je waardevols van jezelf in de kist plaatsen. Of iets van de toeschouwer met het verhaal. Dat ze het alleen terugkrijgen natuurlijk als het kistje open gaat. Ja. Dus dan, je moet er iets leuks van, iets spannends van maken. Nou heb ik nog wel leuks. Leuk dat je dat vraagt. Ik heb hier de koffiebreak. Ja, mensen. Dat was een, denk wel een hitje in Blackpool. Oh, een hele grote hit. We hebben er best wel wat verkocht, mag ik het zo zeggen. Het is de derde levering al. En wat krijg je? Een doosje. En in dat doosje... Ook geen kwaad, nee. Ja. Er zit een bekertje. De refills. Dit kan ik ook even laten zien. Dit is een onderdeel waarmee jij een... gesigneerd biljet laat in deze capsule. Ik ga hem nu verder tonen. Ja. Maar het idee is dat je dus een chopcup-routine doet met een biljet van een toeschouwer. Die opgerold wordt. Met een bolletje van. Ja, en die gaat onder de beker, die verdwijnt, verschijnt. En uiteindelijk ligt dit eronder. Ja. Je maakt het open, of de toeschouwer maakt het open. En daarin zit het gesigneerde biljet. Ja. Dat is het idee. Je krijgt ook nog een lepeltje erbij. Ja. En het toffe van een lepeltje is, kijk, als je erin kijkt. Dan zie je ze er echt op, maar als je de andere kant kunt, dan is op de kop, maar dat is bij jouw klepeltje zo. Waarom dat ik zeg, dat weet ik niet. Je krijgt er ook nog zakkenklontjes bij die magnetisch zijn. Ja, want dit is even voor die mensen, dit is een chopcup. Ja. Een chopcup werkt met een bangbiljet met iets erin. Maar als ik eerder moet zijn, hebben we het natuurlijk verder nog niet helemaal bekeken. Nee, ik heb hem daar gedemonstreerd gezien, fantastisch. Fantastisch. Er komen ook refills aan van deze dingen trouwens. Krijg je een pakje refills, dus je verbruikt elke keer een sticker. En ook chop suikerklontjes zitten erbij, hè? Dus bizar. Ja, als je gek bent op commerciële routines, op dingen die goed te doen zijn, waanzinnig verbluffend, met een gaaf einde. Ja. Dit, Coffee Break. Van Gentleman's Magic, eigenlijk alles wat die mensen uitbrengen, verkoopt heel goed. Ignite, de aansteker, de coin and bottle van hun, ook fantastisch. We hebben in het begin hebben we ook Rubik, was van hun, die kubus, met die op telefoon en de internetvoorspelling en alles. Ongelooflijk veel verkocht, dus wat ze uitbrengen is gewoon af. Ja, aanrader. €95. €95 voor Coffee Break. En het is allemaal, het is af.
Zo kan ik het niet beter omschrijven. En vraag de mensen die in Blackpool waren, die ze hebben gegaan, die ook deze stand gezien. Ik heb mensen gezien die kochten er 2 of 3. Ook omdat ze dan meerdere gimmicks van tevoren konden prepareren en tijdens een expo zelfs niet tussendoor hoeven te prepareren. Ja, ik denk, wauw, dat zegt iets. Als je 2 of 3 meteen van iets koopt wat nieuw is, ja. In een prijsklasse van €95 vind ik dat respect, zeg maar. Alright. Dan ben ik iets vergeten te pakken, maar dat maakt niet uit. Dan doe ik het gewoon anders. Ik zal uitleggen waarom. Ik had namelijk een suikerstaafje gepakt. Maar ik had een kopje gepakt ook, maar dan doe ik het gewoon zo. Ik had suiker hier uit willen halen, maar ik heb hier ook nog suiker in zitten gezien van gisteren. Want ik wil laten het in de winkel heel veel zien, dus ik doe het even zo. Kijk, het is gewoon... Mm-hmm. Suiker, zie? Toch? Ver, suiker. Het is leuk als je suiker pakt, zo. En je, suiker vind ik handig, maar je kunt naar suiker nooit precies zien hoeveel je in je koffie doet. Dus ik vind het vaak handiger als je een klontje hebt. Want met klontjes kun je veel beter doseren. Dus dat vind ik veel makkelijker dan doseren dan losse suiker. Losse suiker is natuurlijk ja, kruimeltjes. En een klontje weet je al meteen. Ik doe altijd 1 klontje in mijn koffie. Het is gewoon echt suikerklontje. Niet nieuw, ja voor ons wel, is dit Sweet Disposition. Je kan het op andere manieren ook vertonen als je wil. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt... demonstreren. Dit is niet de versie zoals ze op de video doen. Dit is hoe ik het in de winkel doe. En ik kan je zeggen, hier in de winkel, mensen die het zien, die het nog niet gezien hadden, klopt bijna allemaal. Ja, dit is zeer indrukwekkend. Ja. En je hoeft in principe, als je de gimmick bij je hebt, want het is een speciale gimmick, en dan krijg je er 2 van. Ja. Als je de gimmick bij je hebt, heb je altijd een coole truc. Als er ergens suiker is, maar waar is geen suiker waar je heen gaat, ja. Dan heb je een coole truc. De gimmick in je portemonnee, je hebt nog wat erbij. Dan nog iets grappigs. Een mini ontstopper. In mijn vrije tijd train ik namelijk mini ontstoppers. Oké. Okay. Klinkt raar, ik weet het. Ik heb nou nog iets. En dat is een kaartspel. Willekeurig kaartspel. Vertel ik straks meer over. Ja. Hoe werkt dit alles? Een ontstopper werkt met vacuüm. Dat betekent, een stopper is gemaakt van rubber, heeft een reden, dat hij namelijk luchtdicht kan afsluiten. Als je die ergens opdrukt, zeg maar, zo, dan drukt hij de lucht eronder vandaan. Maar nou zit hij zo mooi afgesloten dat de lucht er niet terug onder kan. En daarom tilt hij nu een voorwerp mee op. Dus alle harde voorwerpen, ook de huid vaak, zie, blijft gewoon plakken. Het is geen magneet, het is echt vacuüm. Zo werkt echt een stopper. Normaal met vacuüm doe je een gootsteen, plop, 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 ontstoppen. Omdat de lucht steeds trekt aan, hetgeen wat aan de verstopping, zeg maar. Nou, zo kun je bijvoorbeeld ook, omdat een kaart glad is... Een kaart optiller. Dat is geen truc. Dat is gewoon logisch. Maar deze ontstopper heb ik getraind voor het optillen van 2 kaarten. Hoe dan? Want die kan maar 1 keer vacuüm pakken, zie je? En toch kan deze 2 kaarten optillen. Nou, op 3? Ik zie je denken thuis. Kan het met 3? Ja, kan met 3. Kan het met 4? Theorie kan het ook met 4. Kan allemaal. Maar ik heb nog meer geleerd. Ben benieuwd. Leon, noem een getal onder de 10. 8. 8, oh, 8, oké. Okay. Wat denk je dat de meeste mensen kiezen? 7, daarom precies. Kies ik 8. Want ik wil dat niet zelfs op video gaat hij gewoon proberen dat, oké. Okay. 7 was wel makkelijker geweest, dat kiest bijna iedereen. Maar jij kiest 8, dat is goed. 8. Ik zeg het even tegen ontstopper, dan weet je wat hij moet doen. Dan telt hij namelijk een aantal kaarten van het stapeltje af. En dan zijn er precies 1, 2, 3, oh, 4, 5, 6, 7. 8 met 3 achter. Dat is wel toeval. En die andere die jij nou onder de ontstappen vandaag. Dik toeval. Nee, het is dik toeval. Maar het kan nog leuker, want... doe even dit bij de ontstopper, kan ik niet zien wat wij doen. Zoek ergens een kaart uit. Ik kan dit ook laten signeren. Ja, ik kan deze. Oh, kan ik laten signeren, dat is een idee. Oké, ik ga voor deze. Leg gewoon de kaart erop. Zit er bovenop, ik kijk zelf ook niet. Dus ik kan niks zien. Mm-hmm. Alles gaat strak in het spel, dus ik kan niks zien waar het zit. Mm-hmm. De ontstopper weet niet welk kaart je hebt, nee. Maar normaal plak ik hem dan bij de toeschouwer zo op het hoofd. En dan zeg ik, oké, de ontstopper haalt nu uit jouw hoofd precies de kaart die jij in gedachten hebt. Alle informatie die nodig hebt, haalt hij daaruit. En van zo meteen gaan we proberen met die informatie de kaart uit het spel te halen. En dan blijft het vaak zo'n rondje zitten, is ook wel grappig. Maar hij weet niet waar de kaarten liggen. Want hij heeft natuurlijk weet wel welke kaart het is, maar niet waar die ligt. Dus hij doet ook niet even dit.
Zo, je weet in ieder geval waar de kaart ligt in het spel. Weet jij nog welk kaartje gekozen had, Leon? Ja, ruiter. Niet zeggen. Oh. Maakt niet uit. We vinden hem toch. Het antwoord op de vraag was meer een ja of nee antwoord. Inderdaad, de ruiter 7 vindt hij de kaart. Hoe dan? Nou, dit is inderdaad de Tiny Plunger, oftewel, dit is hoe het ooit uitkwam, Tiny Plunger. Maar toen hij ooit uitkwam, lang geleden, ik denk misschien wel 15 jaar, kreeg je niet één ontstopper, maar twee. Ja, in auto. Dit is een normale ontstopper, die ik net truc mee heb gedaan. Dan kun je alles benoemen wat ik net gedaan heb. Sowieso, fantastisch truc, doe dit voor het publiek, mensen worden helemaal gek. Echt waar. Zeker omdat het een normaal voorwerp is, en mensen mogen alles checken. Dat is dat. Maar vroeger kreeg je twee ontstoppers. En met die andere ontstopper kon je namelijk nog meer. Je kan dan zeggen, ik heb hier een ontstopper, zie. En ontstopper werkt met vacuüm, dan kun je dingen mee optillen. Probeer, dan kun je gewoon schaatsen mee op. Nee, het is vacuüm, kijk gewoon. Dat doet het niet. Ja, het is gewoon... Nou, je kunt alle dingen mee doen. Het komt erop neer dat jij kunt bepalen wanneer die ontstopper wel werkt en of niet werkt. Die zat er vroeger bij. Maar vroeger was die ene van zwart metaal het steeltje. En de gewone ontstopper was hout. Dus die kon je ook niet switchen. Want het was gewoon twee totaal verschillende ontstoppers. De productie van die Tiny Plungers, die dubbele set, werd te duur. En ze gooiden volgens mij binnen een paar maanden kreeg je alleen nog maar het kleine hout ontstoppertje. Ja. En de prijs bleef hetzelfde. Dat vonden wij al vreemd. Nou, wat is er gebeurd? Mathieu Beach was samen met die andere mannen. Zat hij in dat team van Tiny Plunger, heeft nu uitgebracht Universal Plunger en daarbij krijg je weer twee plungers. En ze zien er hetzelfde uit. Allebei steeltjes zijn van hout, zwart en zien er exact hetzelfde uit. Dus vanaf nu kun je, als je het combineert, of je kan ook gewoon die speciale plunger voor je hele verdiening gebruiken, kun je en de toeschouwer dingen laten doen en de gewone routines doen. Plus, er is nog meer aan toegevoegd. Er zit ook een speciale gimmickkaart bij. Ik heb er ingestopt. Ja, maakt niet uit. Gewoon een kaart. Waarmee je niet de speciale kaart nodig hebt die in het spel zit. En dan zeg je, oh, maar je zei net, het is een gewoon kaartspel. Ja, in principe is het een gewoon kaartspel. Het enige belangrijk is dat het enigszins nieuw blijft, plat blijft. Je moet dus niet met dit kaartspel crimps en alles erin gaan maken. Of hoekjes gaan buigen, want dan is je vacuüm van je spel weg. Dan kun je het niet meer fatsoenlijk optillen. En het spel is normaal op één kleine preparatie na. En die preparatie is in zoverre preparatie dat, stel voor iemand zegt, hey, doe eens bij mijn kaartspel. Dat je dan zegt, oké, moet ik even zelf kijken of alles compleet is, bij wijze van. En dan, is compleet, klaar. Dus het is niet magnetische kaart, dubbele kaart, weet ik of gekke dingen. Je kan een willekeurig spel, wat in goede staat is, dan altijd nog prepareren. Nou, de Universal Plunger kost overigens €49,95. Met video-instructies, met alle plungers. Dus de prijs is eigenlijk volgens mij hetzelfde, ik me niet vergis, als de oude set vroeger. En je krijgt er nu alles bij wat je vroeger ook weer krijgt. Absoluut een aanrader. En dan zijn we tot zover, hebben we alle spullen die we wilden laten zien. Want we hebben nog iets wat volgende week binnenkomt. Scribe. Een nieuw effect van de Illusionist. Ja. Ik kom even niet op zijn naam. Maar het houdt in... Crushing Grace is dat. Ja. Je krijgt een hulpmiddel. Ja, ik zal het even zo zeggen, er zijn al heel veel soorten Swamis op de markt. Ja. Maar dit, ja, ik wil niet te veel vertellen, maar hier heb je betere controle over het schrijven. Ja, normaal als je schrijft, dan ben je blij dat het niet eruit ziet als een kind van 3 die het geschreven heeft. Ja, dat het leesbaar is, zeg maar. Ja. Ja, en hij is met deze methode gekomen, waardoor het... stabieler is. Je schrijft op verschillende ondergrond. Ja. Zo moet je dat zeggen. Ja, ik wou niet zeggen. Alsof je op een tafel schrijft. Heb je geen tafel. Je schrijft op een ondergrond. Op een ondergrond. En die kun je voorbestellen. Verwachten we midden volgende week te ontvangen. Ja. Ik heb de hele video alles hebben bekeken. De gimmick is aan te passen naar jouw eigen handen. Ja. Dus als je zegt, ik heb smalle duimen of dikke duimen, daar is die op aan te passen. Je krijgt er nog een extra ding bij, zeg maar. Dat kun je ook helemaal aanpassen naar jouw handen. Of je hem hier wil hebben, daar of daar, zeg maar. Ja. Dat wordt allemaal uitgelegd. En wat moeten we er nog meer over vertellen? Je kunt hem pre-salen. Ja, je kunt hem bestellen of voorbestellen via de pre-sale op de website. Ja. Dan ben jij gegarandeerd van exemplaren. En die komt volgende week binnen. Ja, midden volgende week. Daarnaast hebben wij een hele partij boeken, tweedehands boeken, opgekocht.
We hebben gekeken wat de meest bijzondere boeken eruit zijn, ook qua waarde moet ik dan zeggen. We hebben een lijst gezet, die kun je downloaden via onze Facebookpagina van Dino Magic Shop, staat de link op. Kun je gewoon klikken, zie je de hele lijst. Die lijst werken we elke week bij. Er zijn nu al wat boeken van verkocht, dus die lijst wordt elke keer korter. We hebben ongeveer denk ik 300-400 boeken, op de lijst staan ongeveer 100. De andere boeken gaan allemaal via de livestreams, de tweewekelijkse livestream op dinsdagavond, gaan die eruit voor kleine prijsjes. Afgelopen week zaten er al een stuk of 10 of 15 in. En dan gingen echt zaten boeken weer voor 2 euro weg, maar ook voor 10 of 15 euro. Eentje voor 20 zelfs, dus, maar dat zijn ook betaalbare prijzen. Maar er zitten serieuze collectorsboeken bij, 200-300 euro. En die zul je ook langzaam op onze webshop zien verschijnen als ze niet al weggekaapt worden doordat ze op de lijst staan. Zijn er boeken die we het verleden vaker al hebben gehad die echt, ja, serieus zeldzaam zijn, zeg maar. En waar mensen naar op zoek zijn. Dus als je op de website denkt, oh, was dat voor boek voor 200 of 300 euro? Dan heb je een boek tegengekomen wat zeldzaam is. Als laatste. 8 juli. Ja, de Dynamo Magic Shop bestaat dit jaar 1 juni 25 jaar. We wilden een gigantisch groot knalfeest houden. We hebben dat gepoogd te doen, ook met artiesten erbij. Maar dat bleek niet zo makkelijk als dat we dachten. Nou ja, ik had ook niet gedacht dat het makkelijk was. Zeker na corona hebben we gemerkt dat het niet zo makkelijk is dat artiesten zomaar zeggen, ja, ik kan die dag. Maar dat er meer gesproken wordt, ja, ik kan als ik niet dit of dat heb, of dat heb, of naar het buitenland, of tv, of dat. Waardoor we grote klappers gewoon niet kunnen vastleggen. Tenminste, niet die ik op mijn wensenlijst had staan voor een 25 jaar jubileum. Dat betekent dat er geen dag à la Dynamite Day komt, want in het verleden hebben we die dag gehouden, de hele dag met lezing, alles erop en eraan. Maar we gaan wel op 8 juli, zaterdag, in ieder geval nog een kleiner feestje houden, we laten het feestje noemen, met van alles en nog wat. Die informatie komt binnen nu en 2 weken online ook. Het zal gewoon een gezellige middag, schuinschip avond worden, met wat dingetjes die we nog gaan publiceren. Dus als je het leuk vindt om erbij te zijn, hou het vrij vanaf de middag. Dan ben je dan van harte welkom. En meer info daarover volgt. Ja. En hoeveel jaar bestaat Dynamite aan? 25 jaar. Ik weet niet of je dat gezegd hebt. Ja, dat heb ik zeker gezegd. 25 jaar. Dat is best lang. Ja, zeker lang. Voorbij gevlogen als je mij vraagt. Maar, 25 jaar. Ik denk dat we er doorheen zijn. Ik denk dat het een flinke, zeker lange update is geworden. Maar dat maakt niet uit. Hebben jullie wat te kijken. En als jullie dit nu zien, dan is het ook afgelopen. Bedankt, tot de volgende. Bye.